Wanneer ergde jij aan Corné? Als hij scheten staat en het is... Zit je te scheten in die boot? Ja, dat is buitenlucht en dan moet het kunnen. Ja, dat is wat een smeerlapperij. Onze sporters hebben keihard gepresteerd op de Olympische Spelen. Wij vliegen mee terug naar Nederland en stellen al onze prangende vragen. Welkom bij Oranje Boven. Good morning, this is your captain speaking. Met vandaag weer een karrevracht aan medailles. Wat dacht je van de mixed double 2? Zilver voor Annika van der Meer en Corné de Koning. En dan een kleine man met grootste prestaties, een persoonlijk record voor Take Zonneveld. En dan een vrouw die samen met haar paard alles in goud moet veranderen. Vals de Josia. Zo, Take, daar zitten we dan. Zo. Het zit erop. De terugreis. Wat een ding joh, dat is zwaar. Ja, mooi hè? Kijk eens wat er om jullie hals hangt. Ja. Van harte gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Nee, maar aangezien je er zoveel, mag ik er zo één kunnen kopen? Nee. Voor 100, 150 euro? Dan neem ik er eentje mee. Ik hoorde jou toevallig gisteren op de radio. Toen sprak je ook al zo vol liefde over je paard. Ik had echt het idee dat je verliefd bent op je paard. Ja, een beetje is dat ook wel. Ja. Je bent elkaars danspartner eigenlijk. Je moet elkaar echt van binnen en van buiten kennen om te zorgen dat je zo op de top van je kunnen kunt presteren allebei. Er zit hier een tevreden man. Zeker weten, ja. Maar even heel voor de goede orde. Jij zei, ik ben eigenlijk pas tevreden als ik bij de top 6 eindig. Ja. En wat doe je? Zevende. Klopt. Nou ja, klopt. Maar ik niet zeggen dat ik nu ontevreden ben, want ik heb gewoon een persoonlijk record. Daarom. Precies. Ja. En dat je daar dan zevende mee wordt. Ja. Precies, dat maakt mij echt gewoon niet uit. Dit voelt ook gewoon anders dan persoonlijk record op een instuifwedstrijd. Ja, maar dit is dus een wedstrijd waar de halve wereld meekijkt. Daarom. Maar denk jij dan nu ook, dat smaakt naar meer? Oh zeker, ja. Ik merk ook gewoon nog steeds bij de wedstrijd zelf, ook deze wedstrijd weer, er zit gewoon meer in. Maar het is wel echt niet voor te stellen hè, wat jij allemaal al gewonnen hebt. Ik bedoel, Europees kampioen, wereldkampioen, nu weer Paralympisch kampioen voor de zoveelste keer. Wat wil je nog? Wil je met de paard naar de maan toe om te kijken of daar nog iets te winnen valt? Het kan altijd beter. Je bent altijd op zoek naar hoe het nog beter kan. Ja. En uiteindelijk, weet je, ik vind paardrijden gewoon ontzettend leuk. En de hele dag met mijn paard bezig zijn en die connectie met hem opzoeken. En mijn paard is ook wel echt heel speciaal voor me. Het is niet zomaar een gebruiksobject waar je opstapt en waar je een medaille mee wil winnen. Nee, geen fiets. Nee, echt niet. Ik denk ook echt dat de basis van heel goed presteren, dat is om te zorgen dat jij en je paard echt optimaal in harmonie met elkaar samenwerken. Ja. En dat is uiteindelijk de kunst. Het is ook een beetje waar kunst en sport samenkomen, denk ik. Nou had jij eigenlijk al aangegeven voor de Paralympische Spelen dat je er mee op zou houden, omdat je dokter bent, ja. Maar dan ook echt gaat worden. Nu heb je die medaille om, denk je dan toch niet, nou, ik kon het eigenlijk wel goed combineren, die studie met het roeien, misschien kan ik nog wel even door. Nou ja, het is best wel een hele uitdaging geweest om dat te combineren. En ik denk dat als je... Ja, ik denk niet dat je dat heel erg lang gaat volhouden. Dus ja, ik wil me nu in ieder geval voorlopig even focussen op het dokter zijn. Ja. En daar ben ik ook wel aan toe. Maar wat mij toch wel frappeert is, wanneer kom je erachter dat je goed bent in kogelstoten? Dit heb ik ontdekt door een talentendag van de NSNSF en de Atletiekunie. Ja. En daar hebben we de werponderdelen gedaan. Maar je zegt op de talentendag kom je erachter dat je daar goed in bent. Ja. Maar er is natuurlijk een moment eerder dat je daar goed in bent. Want ik begreep dat jij vroeger gewoon alles maar aan het rondgooien was. Ja, klopt. Ja, tot ergernis van je ouders. Ja, echt. Er lag weer een pakje sigaret op tafel en flikkerde jij door de kamer. Nee, maar ja, ik ben inderdaad altijd met dingen in beweging geweest. Gooien, ja, ballen, tennis heb ik gedaan, badmintonnen. Kun je ook darten? Ja. Ja? Dit moet dan toch ergens een bepaald gevoel zitten in die arm. Dat je daar heel erg... Daar lijkt het wel op, ja. Oh nee, neem je dat Annika eigenlijk kwalijk? Nee, niet. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen keuzes, toch? Ja, maar goed. Iedereen maakt zijn keuze, iedereen neemt zijn weg. Zo simpel is dat, ja. Nee. Ja, maar jullie vormen zo'n goed duo. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, ja, het is allemaal wel leuk en aardig dat je arts wil worden. Ja, maar goed, dat maar is ik heb ook een leven, zeg je dan. Nou ja, maar dat is dan toch simpel, weet je. We zijn een samenwerking aangegaan tot hier en tot dit. Nou ja, goed, en het is simpel. Hier scheiden dan nu onze wegen. Ja. Gaan we nu ook gewoon allebei onze eigen weg. En dat, ja, zo gaat dat toch? Ja, ik begreep dat er bij geboorte was er eigenlijk al iets mis aan je benen. Maar toen ben je wel gaan paardrijden. En toen ben je vervolgens onder een paard beland, gevallen. Ja, het paard is eigenlijk uitgegleden en ik ben daar met mijn been onder terecht gekomen. Ja. En toen dacht jij daarna, weet je wat ik ga doen? Ik ga nog meer paardrijden. Ja. Dat is een dokter geweest en die heeft tegen jou gezegd, jij moet nooit meer bij een paard in de buurt komen. Ja, doe maar niet meer. Nee. Daar ben jij ongeschikt voor. Ja. Nou, inmiddels zijn we 86 medailles verder. Zullen we die dokter even bellen? Heb je zijn nummer? Nee, maar heel, weet je, sommige mensen vinden het heel dom. Die denken, doe dat nou niet, want ik doe iets anders. Ik vind een andere hobby. En tegelijk denk ik, als je echt van paarden houdt en dat zit echt diep in je hart en in je bloed, ja. Dan geef je dat nooit op. Nee. Je kunt in een gouden kooitje gaan zitten, maar uiteindelijk moet je volgens mij vooral doen waar je hart sneller van gaat kloppen. En voor mij is dat echt met paarden bezig zijn. Er zijn natuurlijk ook wel een paar mensen thuis die ook op jou zitten te wachten. Maar die willen jou alvast wat zeggen. Wat leuk. Dus zou je deze koptelefoon op willen zetten? Hey Taak, je hebt jezelf overtroffen. Je hebt jezelf op de kaart gezet. Een geweldige ervaring achter de rug. Super trots op jou. Gemotiveerd kan je weer verder. Welkom thuis. Oh, superleuk. Ja? Ja, echt heel erg leuk. Oh, dat doen ze leuk, ja. Ja? Ja. Je wordt er helemaal vrolijk van. Ja, nee, tuurlijk. Je hebt ze lang niet gezien. Ik heb wel met ze gefacetimed toen ik mijn wedstrijd had gedaan. Maar als je dan dit weer ziet, dat is ook leuk natuurlijk. Ja. Ze zijn echt hartstikke trots op je. Hè? Fijn, dus, ja. Wat ontroert je een beetje? Ja, ja, best wel. Ja. Ja, hoe lang heb je ze niet gezien? Ja, ruim 3 weken. Ja. 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 Nou, heerlijk man. Dan kan je straks lekker naar huis. Ja. Heel veel succes in je carrière ook. Dankjewel. Leuk. Hou je ook een beetje van hiphop? Ja, altijd. Ja. Ken je Styx? Zeker. Die heeft een hele mooie ode voor jou gemaakt. Kippenvel in de hitte, bewegende poëzie. Jij en je paard in perfecte harmonie. Op de klanken van de mooiste muziek. En het past precies, alles valt samen. Op het juiste moment gepiekt. Tot in de puntjes voorbereid op dit toernooi. En je rijdt je beste proef ooit. Jij straalt een en al liefde uit. Voor je team, voor je sport, voor demontuur. Ja, Sanne, jij bent het gouden hoogtepunt van de dressuur. Oh. Wat tof. Ja, hè? Tof, man. Ja, heel tof. Ja, leuk, hè? Prachtig. Misschien is dit wel iets om je volgende kuur op te doen. Ja, we zullen hem eens bellen. Hebben jullie zin in weg? Dat gaan we voor je regelen. Wat hebben jullie nou eigenlijk het meest gemist? Ja, bier. Vooral biertjes, ja. Bier, dat kan ik wel voor je regelen. Maar ik heb ook een hele trits aan bitterballen voor jullie geregeld. En chocola. Oh, die chocola! Nou jongens, ik zou zeggen, proost op toch een super geslaagde Paralympische Spelen. Zeker. Ja, dankjewel. En dat in jullie beide carrières het alleen nog maar mooier kan worden. Maar dit is toch wel een prestatie waar jullie trots op mogen zijn. Zeker. Op de volgende. Proost. Proost.